En kun jij ons vertellen waarom voor jou het inloophuis zo belangrijk is? Het inloophuis is belangrijk nadat ik daar eerst een drempel over moest, want dat heb je altijd bij zoiets. Belangrijk omdat je met lotgenoten kunt praten en ook een heel goed één-op-één gesprek kunt hebben met de gastvrouwen. En verder met de andere lotgenoten praat je over koetjes en kalfjes, ook over je ziekte, het verleden wat je gehad hebt, ervaringen met artsen, behandelingen, medicatie en dat soort dingen. Maar ook doen wij leuke dingen en ook kunnen we grappen en grollen maken. En zelfs wandelgroep. Soms gaan we fietsen en van daaruit gaan we ook wandelen. Dan is er nog een schilderclub waar je schilderles kunt krijgen. Daar heb ik daar een voorbeeld aan de muur hangen. En niet alleen voor de mensen die kanker zelf hebben gehad, maar ook van familieleden die te maken hebben gehad met borstkanker of andere vorm van kanker. Die kunnen daar ook terecht voor een ondersteunend gesprek. En zelfs andere ziektes die ook langdurig zijn of aflopend zijn of hoe dan ook. Je hoort ervan, je leest het in de krant natuurlijk en je ziet het op Facebook voorbij komen. En toen dacht ik, laat ik toch maar eens een keer toch om het verwerken ervan, toch maar eens over die drempel te stappen. En dat is goed gegaan, want ik ben niet echt inkennig of zo, maar het is wel iets waar je over praat, over je eigen ding. Ja. En het is een aparte wereld waar je in terechtkomt, een rollercoaster zoals ik het noem. Maar je bent heel erg blij dat je gegaan bent. Ja. Ik vind het alleen jammer met de corona dat we niet elke week meer kunnen wandelen of fietsen of wat andere dingen. We kunnen nog wel inlopen voor een kopje koffie en een praatje, dat wel. Ja, dat hopen we allemaal, dat straks die corona weer voorbij is. Ja. En ik hoorde net, je bent een echte Almeloze? Nee, Enschede. Maar je woont al heel lang hier in Almelo? 42 jaar. 42 jaar, nou, dan mogen we jou wel een beetje Almelo noemen. Nee. En ik heb begrepen dat je altijd op een bus gereden hebt. Ik ben ooit begonnen, toen mijn kinderen nog klein waren, bij de TET. Dus dat is vanuit Enschede, Almelo, alle regionaal. En dat ging later over verschillende andere ondernemingen. En uiteindelijk werd het Connection. Ja, toen ging ik met pensioen en dan is het afgelopen. Maar ik heb al heel veel andere hobby's, dus ik verveel me absoluut niet. Dus. Het gaat voor jou gewoon allemaal lekker door. Ja, je moet wel blijven ademhalen. Dankjewel voor je medewerking. Graag gedaan en ik hoop dat veel mensen over de drempel kunnen komen.